Ik ervaarde persoonsgerichte communicatie als erg prettig. Toen ik als eerste hier kwam, merkte ik dat men meteen mij aansprak. En niet alleen maar mijn probleem of mijn stoornis of ziekte of handicap of hoe je het noemen wilt. Het ging om mij. Er werd ook gevraagd van wat wil jij nou eigenlijk? Bij deze therapeuten merk ik van goh, wat wil jij eigenlijk in jouw leven nog bereiken en wat wil je doen? En hoe kun je dat bereiken? En wat dat betreft wordt het super aangesloten bij wie ik ben en mijn gezinssituatie, mijn leefsituatie. En wat kan ik daarin en wat kan ik niet? Ook dat is wel heel reëel. En heel persoonlijk dus. Binnen de revalidatie proberen we zoveel mogelijk hulpvraaggericht te werken. Ik gebruik de technieken van de motiverende gespreksvoering om deze hulpvraag samen met de patiënt zo scherp mogelijk te krijgen. Daarnaast zijn veel van onze behandelingen gericht op gedragsverandering, waarvoor een interne motivatie noodzakelijk is. Ik denk dat het persoonsgerichte communicatie is. Het kan bijna niet anders, want het zorgt ervoor dat je eerst verbinding zoekt met de patiënt, goed luistert, meegaat op het tempo wat zij aangeven, wat leeft er bij de patiënt, waar wil die naartoe, wat zijn de vragen. Er is heel veel ruimte en voor inbreng van de patiënt en je kan op een gestructureerde manier de patiënt begeleiden in het oplossen van zijn eigen problemen.